Juridische zaken op de vrijdag vandaag met Simon Boy van Okkers en Schopadvocaten. Simon, welkom. Leuk dat je er weer bent. Goedemorgen. De 20-jarige verdachte van een schietpartij bij basisschool De Hasselbraam in Almere wil niet meewerken aan een nieuw psychiatrisch onderzoek. Valt ook te lezen op onze site op omroepflevoland.nl. Precies. Waar hebben we het hier over? De afgelopen woensdag heeft daar een zitting over plaatsgevonden. Deze meneer die wordt dus inderdaad verdacht dat hij vorig jaar heeft geschoten in de buurt van een basisschool. Niet slim. In Almere. En kennelijk is hij al een keer onderzocht, maar wil de rechter nader of in ieder geval nieuw onderzoek laten doen. Mm-hmm. En de verdachte heeft gezegd, nou, daar wil ik niet aan meewerken. Volgens mij heeft hij tijdens de zitting iets gezegd in de trant. Ik mag dan misschien crimineel zijn, maar ik ben niet gek. Ja. Maar daar is zo'n psychiatrisch onderzoek juist voor, om aan te tonen dat hij niet gek is, toch? Ja en nee. Oh. Als je verdacht bent van een of wordt van een strafbaar feit, dan kun je op verzoek van het Openbaar Ministerie, de rechter of als verdachte zelf worden onderzocht. Dat wordt gedaan door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie. En, is dat het Pieter Baan Centrum? Of is dat weer wat anders? Het Pieter Baan Centrum is iets anders. Het instituut is iets groter. En het gaat er eigenlijk om dat er wordt gekeken, nou ja, was je onder invloed van een psychische stoornis op het moment dat je die strafbare feiten pleegde. Vaak wordt het ook gevraagd door een rechter op het moment dat hij nadenkt over een maatregel als TBS of verplichte verpleging. Uh-huh. Behandeling. Zo'n onderzoek bestaat uit gesprekken met de verdachte, met zijn naaste familie, observatie, tests die gedaan kunnen worden. Alleen de crux daarbij is wel dat er medewerking nodig is. En dat een verdachte niet verplicht is om te werken. Hij kan weigeren. Ja. Het betekent niet dat het onderzoek dan helemaal van de baan is. Het onderzoek kan in principe doorgaan. Want die onderzoekers kunnen nog steeds observeren. Ze kunnen nog steeds naast de familieleden bevragen. Waarom was die schipper daar eigenlijk? Wat heeft daar plaatsgevonden dan? Dat is verder niet bekend geworden. Nee. Oh, dus gewoon het nieuws is gewoon bij een basisschool is geschoten. En ze verdenken hem daarvan. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Maar hij ontkent ook, dat ze willen weten wat er dan, waarom die dan. Ja, precies. Kijken van wat hij gedaan heeft en waarom. Nou ja, en daar zwijgt hij over. En het is natuurlijk ook de vraag, waarom kies je inderdaad als verdachte om niet mee te werken? Dat kan zijn om het gewoon tegen te werken. Maar wat je vaak ziet is dat verdachten niet meewerken omdat ze bang zijn dat er dan een TBS kan worden. Nou ja, dat er TBS wordt opgelegd. Oh ja. Verdachten hebben liever een langere straf dan TBS. Ja, want anders heb je geen uitzicht natuurlijk. Precies. Ja. Gevangenisstraf krijg je voor 12 maanden. Ik zou wel maanden of met goed gedrag gaat er een derde vanaf. Precies. En TBS is, je krijgt TBS en dat is klaar op het moment dat je genezen bent. Ja, en dan gaat meestal de gewone gevangenisstraf ook beginnen. Dus de gedachte is, nou ja, als ik niet meewerk, is er minder informatie en kan een rechter minder snel die TBS. Ik blijf dat toch een rare regeling, dat je dan zelf kan bepalen als verdachte. Kan de rechter bepalen dat hij het wel moet doen? Ja, niet dat hij mee moet werken. Wat de rechter wel kan doen, is dat hij inderdaad wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek, voor observatie. Dat kan hij wel verplichten. Ja, maar ook daar is wel enige medewerking nodig. Want anders zit je alleen met die observatie. Mm-hmm. Betekent niet dat als je niet meewerkt, dat die TBS dan niet kan worden opgelegd. Alleen een rechter zal dan dat wel extra moeten motiveren. Nu is er kort geleden onderzoek gedaan of het dan ook echt loont om niet mee te werken. En van de 50 zaken waar is geweigerd om mee te werken aan dat onderzoek, zie je dat in net iets meer dan de helft, 29 zaken, toch door de rechter TBS wordt opgelegd. Nou, dus eigenlijk heeft het weinig zin. Nou, althans. Ja. Nou, die dreiging hangt hem natuurlijk wel boven het hoofd. Dat sowieso, En in 6 zaken wordt er dan geen TBS opgelegd, maar legt de rechter dan wel een hogere gevangenisstraf op. Ja. Dus, ik weet niet of jij ook antwoord kan geven op de vraag die mij ook weer rees. Waar is ooit het zwijgrecht vandaan gekomen? Het zwijgrecht komt er vandaan dat je als je hebt natuurlijk een onschuldpresumptie. Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Maar dan, dat betekent ook dat je mag zwijgen. Maar dan word je eigenlijk toch... Ik trek het dan altijd weer eventjes terug van als ik vroeger een lolly had gejat of zo. En mijn moeder zei, heb jij dat gedaan? En ik zeg echt niks. Ja. Dan zei ze van, nou, dan ga jij sowieso gewoon een week op je kamer zitten of zo. Ik weet dat het recht, en dat hebben we ook heel vaak met Kees, dat wij het altijd een beetje... Ja, maar zo begint het wel. Advocaat natuurlijk van de duivel spelen. Maar als je gewoon je mond dicht houdt, dan Lijkt het... Zou ik zeggen, dan belemmer je de rechtsgang ook een beetje.
Dat is misschien het beeld wat er vanuit gaat. Maar ja, dat komt wel weer terug tot die kern dat je niet hoeft mee te helpen aan je eigen veroordeling. En het is niet, je bent schuldig tenzij je kan bewijzen dat het niet zo is. Maar je bent onschuldig tenzij bewezen kan worden dat het wel zo is. En het is natuurlijk zo, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Rapper Boef, ja, ik wilde eigenlijk... Ja, Simon? We moeten dit eventjes goed behandelen. Ja, want je hebt natuurlijk snel de neiging bij dit soort zaken dat je ook denkt, ja, maar zo'n jongen, dat kan toch allemaal niet? Nee, we moeten dit gewoon eventjes neutraal behandelen. Ja. Er was eens een rapper. Rapper Boef. Ja. Een hele leuke, aardige jongen die ook nog bijzonder succesvol is onder een bepaalde doelgroep. Daar een mooie auto kan kopen. Snelle auto. En denkt ook van, ik kan daar ook best wel hard mee rijden. En dat doet hij dan ook. Klopt. Ja. En hij maakt er een mooi YouTube-filmpje van. Ja. Ja. Althans, we denken dat hij dat gedaan heeft. En dan? Ja, wordt hij gepakt. Ja. Nou, dan moet je voor de rechter komen. Want het is niet één keer gebeurd. Nee, het is meerdere keren gebeurd. En afgelopen woensdag moest hij daar voor de rechter voor verschijnen en zich verantwoorden. Mm-hmm. Want inderdaad, er zijn, nou laat ik dan zo zeggen, zijn YouTube-filmpjes opgedoken van straatracen waarin rapper Boef ook te zien is. En zijn auto op een gegeven moment in ieder geval snelheden van 300 kilometer per uur heeft behaald. Even als jij of ik het was geweest, Arnoud. Hè? Wat voor soort straf hangt je dan boven het hoofd eigenlijk? Nou ja, 300 kilometer per uur, dat is echt zo'n grote overschrijding. Dat kan betekenen dat politie, als je gedurende dat of na aflopen wordt gepakt, je auto in beslag neemt. Rijontzegging, je rijbewijs zal in ieder geval direct worden ingevoerd. Krijg je die auto nooit meer terug als die in beslag genomen wordt? Uiteindelijk krijg je hem wel weer terug. Oh, dat wel. Ja. Okay. Hij mag niet verbeurd verklaard worden of zo. Nee. Dat is alleen als je zonder rijbewijs rijdt, geloof Precies. ik. Hè? Ja. Maar je rijbewijs kan wel worden afgepakt. En een forse boete. Nou, in dit geval heeft het Openbaar Ministerie tegen rapper Boef geëist een boete van €7.000. En een rijontzegging van 2,5 jaar. En dat zijn allebei eigenlijk de maximale straffen die daarvoor zijn voorgesteld. Nou, die €7.000 zal hij van zeggen, oké, betaal ik wel. Ja. Maar die 2,5 jaar rijontzegging, dat kan hij natuurlijk niet gebruiken als je optreedt als artiest. Nee, hij heeft aangegeven, ik heb mijn rijbewijs ook echt nodig. Ik heb mijn leven sinds 2016 ook gebeterd. In ieder geval op het gebied van het rijden. En ja, ik heb wel een chauffeur, maar ja, die is er niet 24/7. Dus ik heb mijn rijbewijs wel echt nodig. Ja. Kan zo'n rechter daarin meegaan? Of kan hij zeggen van, ja, maar ja, dat had hij van tevoren moeten bedenken? Een rechter kan daarin meegaan. Die zal ook zeggen, dat had u ook van tevoren moeten bedenken. Maar dat is ook het opmerkelijke. Eigenlijk heeft rapper Boef tijdens de zitting de hele tijd gezegd, nou ja, ik beroep me op mijn zwijgrecht, waar we het net ook al over hadden. Ja. En het laatste stuk wat altijd behandeld wordt bij dit soort zaken zijn de persoonlijke omstandigheden. Zijn er persoonlijke omstandigheden die verzachtend kunnen werken of die invloed moeten hebben op de straf? Ja. Nou, en daar is gevraagd de 2,5 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Hoe gaat dat voor u uitpakken? Nou, en daar wordt, of er kan, rekening mee worden gehouden. Net zoals er ook wordt gevraagd, daar wilde hij niet in detail op ingaan. Hè? €7.000 aan boete, kunt u dat betalen in één keer? Hè? Wat is uw inkomen? Nou, dat wilde hij niet zeggen. Nee. Maar wilde wel aangeven dat hij het kon betalen, de boete natuurlijk kon betalen. Ja, hij doet een optredertje en heeft hij al dubbele verdiend waarschijnlijk. Ja. Maar kijkt zo'n rechter dan ook nog eventjes naar het verleden? Want hij is natuurlijk in het verleden ook niet al te vriendelijk geweest over politie, justitie en ook over dames, om het maar even zo te zeggen. Ja, klopt. Nee, dat wordt ook meegenomen. Hmm. Hij heeft ook al een strafblad. Heeft in het verleden een taakstraf gehad vanwege het beledigen van politieagenten en het vernielen van een politieauto. Dat wordt meegenomen. Kijk, dat neemt natuurlijk de officier van justitie met het formuleren van zijn eis eigenlijk ook al mee. Ja. En wat hier denk ik ook in mee is genomen, in ieder geval vanuit de officier van justitie, is dat hij rapper Boef een bekende Nederlander is. En in die zin wel een soort voorbeeldfunctie heeft. Als je daar niet hard tegen optreedt, dan heb je gewoon de kans dat mensen dit gedrag gaan kopiëren. Ja. Anderzijds zegt hij, ik word als rapper Boef gezien en niet met mijn eigenlijke officiële naam aangeduid. Dus de politie zoekt mij gewoon. Die willen gewoon iets hebben om mij te pakken. Om mij te pakken, dat is inderdaad. Er wordt gezegd, de politie is vooringenomen. Kijk, er is natuurlijk wel nog een soort tweestap die daarbij wordt gemaakt. Want de politie is degene die strafbare feiten constateert en het onderzoek doet. Ja. En uiteindelijk zullen zij dat onderzoek overdragen aan het Openbaar Ministerie. En is het de officier van justitie die beslist of er wel of niet vervolgd wordt. Normaal gesproken in dit soort zaken wordt er ook direct uitspraak gedaan.
Voor het eerst in de carrière van deze rechter heeft hij gezegd van, nou nee, doe toch pas over twee weken. Ik ga er toch nog even over nadenken. Ja. Wat verwacht jij? Dat hij zijn rijbewijs mag houden? Want dat is natuurlijk het belangrijkste voor Boef ook. Nou, dat verwacht ik niet. Nee? Omdat in ieder geval, hij zal hem een periode kwijt zijn. Of dat 2,5 jaar gaat worden, dat durf ik niet te zeggen. Maar inderdaad, misschien 2 jaar van een jaar voorwaardelijk of iets dergelijks. Waarschijnlijk. Ja. Er zal wel iets van een voorwaardelijke ook in zitten. Omdat die 7000 euro, ik denk dat een rechter niet voldoende. Ja, hij gaat dat niet voelen. Ja. Weet je, dat voelt niet als straf. Inderdaad minder. Nee. Ja. Nou, laten wij afscheid nemen zoals Boef ook afscheid nam van de kantonrechter. Ja. Doei, doei. Doei, doei. Doei.